Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik kijken waar ik rust kan vinden of waar ik slimme dieren kan vinden. Dan ga ik lekker tussen de dieren zitten en dan ja, kom ik helemaal tot rust. Deze locatie werken met jongens met een verstandelijke beperking en gaat het er bij ons om de hele dag eigenlijk de dieren en het terrein te verzorgen en te onderhouden. De boerderij is eigenlijk zeg maar, het middelpunt van gezellig samen zijn met z'n allen lekker werken. Gisteren was ik hier bij de boerderij, heb ik gegrasmaaid, wat allemaal netjes gemaakt. Omdat het gras begint te groeien, wat mooi weer. 'S Ochtends hebben we altijd opstart hier, bespreken we met z'n allen wat we gaan doen. Ik heb een werk gekozen waar ik de ene keer zeg in dat weet je, de andere keer zeg in dat weet je, of in deze wei. Om alles netjes op te ruimen, schoon te maken. We zijn op dit moment bij de boerderij een houtzaagclub. Het energie die je daarvoor kunt gebruiken, daar word je lekker wakker van. En het discipline voor een blok die eigenlijk niet wil, normaal door het midden wil, dat kun je zelf dan met agressief geweld voor jezelf kunt gebruiken. We passen eigenlijk altijd de klussen aan op de doelgroep. Dus we kijken van wat kan iemand aan, wat kan iemand zelfstandig aan. En dat is bij de een kan ik die zelfstandig op pad sturen en bij de ander heeft daar wel iets meer hulp bij nodig. En dan bieden wij zelf die hulp om de dag zo succesvol mogelijk te maken. Ja, het is geen woord om te beschrijven. Het is gewoon leuk als het mooi weer is bijvoorbeeld. Kun je lekker je eigen gang gaan met hout. En als vragen hebben kunnen we naar de werkplaats gaan. En anders moeten we eerst zelf taken voeren. Dat is belangrijk dat we eerst zelf gaan doen. En dan uitvoeren, want we willen graag dat wij... zelf laten zien dat we zelfstandig kunnen werken. Loopt het niet, kunnen we altijd werkgewijs vragen.